Hoi Rick, kom je naast me zitten? Oh, je wil graag op mijn schoot. Nou, vooruit, dat kan ook. Wat heb je een mooie pet, Rick? Is die nieuw? Ja, die is nieuw. Maar Rick, je kan toch niks zien zo? Waarom heb je hem dan op? Nou, ik heb hem opgedaan omdat ik een feestje had en ik de mooie auto wil zien. Doe hem nou maar af, Rick. Oh, hij viel al af. Oh, nou ben ik helemaal niet zo mooi meer zonder pet. Tuurlijk wel, Rick. Ook zonder pet ben je heel erg mooi. Vind je mooi zijn belangrijk? Iedereen wil toch mooi zijn? Ik zoek ook een vriend die mooi is. Maar Rick, een mooie vriend hoeft niet speciaal aardig te zijn. Ben je alleen leuk als je mijn nieuwe kleren hebt? Dat denk ik niet. Dus het maakt toch helemaal niet uit als je een vriend zoekt met mooie kleren. Het gaat er niet om of je mooie kleren aan bent. Weet je wie er ook op zoek was naar vrienden? In de Bijbel. Even denken. De Heere Jezus niet, die heeft heel veel vrienden. Jawel, Rick, ook de Heere Jezus was op zoek naar vrienden. En weet je waar de Heer Jezus op lette bij vrienden? Of ze er mooi uitzagen. Nee, Rick, niet of ze er mooi uitzagen. De Heer Jezus vindt het heel belangrijk hoe je van binnen bent. Binnen in je hart. Daar gaat ook het verhaal over. Snap je het, Rick? Ik denk wel dat ik het snap. Ik wil nu wel naar het Bijbelverhaal luisteren. Nou, jongens en meisjes. Dan gaan we naar het Bijbelverhaal luisteren. Het Bijbelverhaal gaat over de Heer Jezus en zijn drie vrienden. De Heer Jezus heeft drie vrienden. Drie discipelen al gevonden. Johannes, Petrus en Andreas. Die mogen bij hem eten en blijven slapen. En de volgende dag, als ze weggaan, zegt de Heer Jezus waar ze naartoe gaan. Vandaag moet ik een heel eind lopen, want ik wil naar Kana. Daar woont familie van me. En over een poosje is daar een bruiloft. Als we nu al gaan, hoeven we niet zo lang te lopen. Willen jullie met me mee? Jezus vraagt het aan zijn drie vrienden. Aan Johannes, aan Andreas en aan Petrus. Laten we ons klaar gaan maken, dan gaan we meteen. De Heer Jezus en zijn drie nieuwe vrienden zijn discipelen gaan op reis. Het is nog niet zo druk op de weg. Er komt een boer met een ezel voorbij. Even later zien ze een paar vrouwen met waterkruiken op een schouder. Doordat er zoveel mensen voorbij komen, waait er allemaal zand en stof op. Ze moeten ervan niezen. Niezen? Dat mag niet. Dan moet je thuis blijven. Nee, Rick. Toen was er nog geen corona. Onderweg praten ze niet veel. De vrienden zijn nog een beetje verlegen. Ze kennen de Heere Jezus nog niet zo goed. De Heere Jezus kijkt naar de mensen die ze tegenkomen. Het lijkt wel of hij iemand zoekt. Jezus stapt op een man af die aan de kant van de weg zit. Andreas geeft dit Petrus een duw. Hé, die man ken ik, geloof ik. Petrus let niet op Andreas. Hij luistert naar wat de Heere Jezus tegen de man zegt. Kom. Ga met me mee, Filippus. Filippus staat meteen op en gaat met hem mee. Hij vraagt helemaal niets. Hij staat op en gaat mee. Hij doet wat Jezus zegt. Zoveel discipelen zijn er nu? Hebben Petrus, Andreas, Johannes en nu ook Filippus. Dat zijn de vier. Het wordt steeds warmer. De zon staat hoog aan de wolken, aan blauwe lucht. Zullen we een poosje uitrusten bij die waterput? Het is zo warm en ik heb erge dorst, zegt Andreas. Ze gaan lekker in de schaduw zitten. Opeens rent Filippus weg. Wat gaat hij nou doen? Hij rent naar het huis van zijn vriend Nathanael. Nathanael, waar ben je? Nathanael, je bent zeker verstopt onder de vijgenboom. Moet je horen, ik heb de Heere Jezus gevonden. Tussen de grote bladeren van de vijgenboom komt het hoofd van Nathanael naar voren. En wie is de Heere Jezus volgens jou dan wel? Hij is de zoon van Jozef, de timmerman uit Nazareth. Dat kan niet, want de Heere Jezus komt uit Bethlehem. Dat staat in de Bijbel.
Kom dan maar gewoon kijken, dan kun je het zelf zien. Nou, dat wil Nathanael wel. En samen lopen ze naar de put. Kijk, daar is de Heer Jezus. Hij zit bij de andere discipelen. En zegt de Heer Jezus, kijk, daar is Nathanael, de man die altijd eerlijk is. Kent u mij dan? Vraagt Nathanael verbaasd. Ja hoor, ik wist al wie jij was toen jij nog onder de vijgenboom verstopt zat. U moet wel de Heere Jezus zijn, zegt Nathanael, helemaal onder de indruk. U bent de Zoon van God. De Heere Jezus moet een beetje lachen. Geloof je dat? Omdat ik wist dat je onder de boom zat. Je zult nog heel veel wonderen van me zien als je met mij meegaat. En dat wil Nathanael wel. De Heere Jezus heeft er weer een vriend bij. Weten jullie hoeveel vrienden de Heere Jezus nu al had? Tel ze zelf eens en schrijf ze eens allemaal op. En weten jullie nog een naam van Jezus' vrienden? Het zijn er 5, maar later komen er nog veel meer bij. Bij elkaar heeft de Heer Jezus 12 discipelen gezocht. Misschien kunnen jullie ze opschrijven en op de pagina van Hervormd Reizen op Facebook zetten. Heel erg bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. Rick, heb je het gehoord dat de Heer Jezus alles weet van je? Ja, zelfs Nathanael, die onder de vijgenboom zat. Precies, de Heer Jezus weet ook alles over ons. Dat is fijn om te weten.